Je hebt een brief meegenomen? Nou ja, ik dacht, omdat ik dus zo snel een boze acteur ga zitten zijn, en dat is zo onsympathiek, dacht ik, ik lees een brief voor van Pieter Bart Korthuis, een hele goede scenario schrijver van onder andere Pepinoza, Vechtershart, Dummy de Mummie, allemaal grote dingen heeft hij gedaan. En die heeft een brief aan Mark Rutte geschreven. Ja. En als ik hem nou voorlees, hè, en scenario schrijver is woord ik vaak doe, dan dacht ik, dan komt het wat... wat sympathieker. Want hij is wat minder boos. Hij is wat minder boos. Hij doet in ieder geval een poging om filijn en grappig te tussen de regels door te zijn. Heel goed. En het heet Groente voor Kleuters. Kijk, mag ik het voorlezen? Dat is nu al een mooie titel. Ja? Alsjeblieft. Beste Mark, hopelijk vind je het niet erg dat ik je tutoieer. Maar inmiddels zien we je zo vaak bij ons in de huiskamer. Hè, meestal zo rond ons etenstijd. Pizza met Rutte, curry met Rutte, sushi met Rutte. Dat ik je een beetje als een huisvriend ben gaan beschouwen. En misschien komt het ook omdat we uit hetzelfde nest komen. Je ouders spraken veel over politiek. Hè, ze luisterden GBJ Hilterman, lazen de Avrobode, de Telegraaf en het NRC. Waarschijnlijk aten ze dezelfde margarine op ons brood. Becel, want VVD'ers eten Becel. Vraag me niet waarom. En als de LP van de Dutch Swing College Band werd opgezet, dan ging het kleed aan de kant. Ik wil maar zeggen, we kennen elkaar. De reden dat ik je schrijf, Mark, is dat ik me zorgen maak over de toekomst van ons land. Ik snap heel goed dat je overloopt van het werk en dat je waarschijnlijk maar heel weinig rust wordt gegund. De laatste keer dat jij met je ogen dicht even kon ontspannen bij je favoriete pianosonates van Scarlatti, of dat je je even kon verliezen bij een spannende actiefilm of een goed boek, kun je je nauwelijks meer herinneren. Voor veel Nederlanders die op dit moment werkloos thuis zitten, zijn dat nu juist de dingen die hen door deze moeilijke periode heen slepen. Je collega Angela Merkel verwoordde dat heel goed. Juist in deze tijd van corona worden we ons duidelijk wat we missen. Want in de interactie van kunstenaar en hun publiek ontwikkelen we nieuwe perspectieven die ons in staat stellen te reflecteren op ons dagelijks leven. We ervaren emoties en ontwikkelen nieuwe gedachten. We gaan discussies aan, leren ons verleden te begrijpen of blikken vooruit op de toekomst. Dat dit in coronatijd minder goed mogelijk is, treft niet alleen alle kunstenaars, maar ook vooral hun publiek. Voor iemand die zelf verdienstelijk piano speelt en graag naar het conservatorium was gegaan, zijn dit woorden die je uit je hart gegrepen zijn, neem ik aan. Graag had je ze zelf uitgesproken. Maar ja, je had andere dingen aan je hoofd en voor je het weet gaat de oppositie er dan met zo'n belangrijk onderwerp vandoor. Hashtag red de cultuur. Hè, wat denkt zo'n Asscher wel? Dat cultuur alleen maar het voorrecht van links is en niet van ons allemaal? In zo'n discussie moet je je niet laten meeslepen. Dat deed je dan ook heel goed. Cultuur zou namelijk nooit de inzet van een politiek steekspel mogen zijn. Daarom vond ik het ook zo goed dat je wel de nadruk legde op de problemen van de nagelsalons en de sekswerkers, maar niet op die van boekhandels, de theaters en de musea. Dat zal ze leren, hè, die linkse rakkers. Eén keer liet je je toch verleiden. Zolang D66 in het kabinet zit, zorgen wij goed voor cultuur, zei je in de Tweede Kamer. En dat was natuurlijk een grapje, maar dat heeft me wel aan het denken gezet. Ik heb een tijdje in Mexico gewoond en daar zeggen ze, entre broma y broma, la verdad se asoma. Tussen grap en grap. Laat de waarheid zich zien. Zou dat de reden zijn dat jij je nooit zo krachtig hebt uitgesproken voor het behoud van de cultuursector, zoals je collega Merkel dat wel deed? Dat zal toch niet? Jij hebt toch ook met verbijstering en verontwaardiging toegekeken hoe je partijgenoten in Brabant cultuur bij het grof vuil hebben gezet om een coalitie met Forum voor Democratie te kunnen vormen? Je was met andere dingen bezig, ik weet het, maar anders dan had je je toch fel tot de orde geroepen en duidelijk gemaakt dat cultuur niet thuis hoort bij de gedeputeerde Vrije Tijd. Het idee. Eén carnaval zonder dweilorkest en ze piepen daar wel anders. Of denken ze dat al die muzikanten nooit de muziekschool van binnen hebben gezien? Dat Frank Lammers zichzelf heeft leren acteren? Of dat Guus Meeuwis hun regionale volkslied componeerde zonder ooit één toonladder gestudeerd te hebben? Weet je wat het is, Mark? Cultuur is voor rechtse politici wat groente is voor kleuters. We kunnen wel blijven roepen dat het goed voor ze is, maar ze vreten het niet. En wij worden een soort wanhopige ouders die hun proberen duidelijk te maken dat cultuur staat voor verbinding, voor hoop, identiteit, voor inspiratie. Ze luisteren niet. Tenminste niet als ik, een scenarioschrijver, het roep. En ook niet als mijn collega-kunstenaars het roepen. Al die schrijvers, muzikanten, regisseurs, vertalers, acteurs, fotografen, schilders, artdirectors, comedians, museum- en schouwburgdirecteuren, die op dit moment terecht waarschuwen voor die enorme kaalslag die onze sector en daarmee onze samenleving bedreigt. Het is niet alleen een drama voor de bijna 50.000 mensen die werkzaam zijn in de kunst- en de entertainmentindustrie. Het is vooral een ramp voor die 17 miljoen mensen die ons publiek uitmaken. Het probleem is namelijk dat de gevolgen pas jaren later zichtbaar zullen zijn.
Jong talent dat niet de kans heeft gekregen tot bloei te komen door het sluiten van kleine podia. Films en series die niet kunnen concurreren met buitenlandse producties omdat distributeurs niet meer durven te investeren. Bibliotheken die gesloten worden. Muzikanten, die toch al voor een fooi moesten spelen, die laten het er helemaal bij zitten. Ze kunnen niet anders. En ik wil geen vergelijking maken met het redden van andere industrieën zoals de luchtvaart. Want laten we wel zijn, de prachtacteurs van Toneelgroep Amsterdam zijn niet de Atlantische Oceaan overgezwommen om in New York furoren te maken. Het Concertgebouworkest evenmin en Cornold Maas ging niet naar Tel Aviv met de bus. Over het belang van onze nationale luchtvaartmaatschappij laat jij geen enkele twijfel bestaan. Doe dat dan ook niet met datgene dat ons leven kleur geeft. De cultuur. Weet je wat het namelijk is, Mark? Jouw partijgenoten die denken dat het woord cultuur kiezers wegjaagt, vergissen zich. Jij vergist je. Je minister van OCNW, Ingrid van Engelshoven, had het over een eenzame strijd die ze in het kabinet moest voeren om het steunpakket van 300 miljoen er doorheen te krijgen. Terwijl dat nog maar het begin is van wat er werkelijk nodig is om onze sector te laten overleven. Dit is het moment dat jij je moet afvragen welke erfenis je wil achterlaten. Welke visie wil jij je opvolgers meegeven nu jouw partij bovenaan in de peilingen staat? Cultuur is niet de groente die niemand lust. Het publiek snakt ernaar. Miljoenen mensen kijken Nederlands drama, bezoeken zodra het weer mag bioscopen, theaters en musea. Het is geen hobby. Spreek je uit, Mark. Red de cultuur. Wauw. Pieter Bart Korthuis. Fantastisch.